rond 1600. Philips II als overtuigd katholiek voor de oorlog met Frankrijk en overzeese koloniën. Het katholicisme moest sterk blijven. Geld moest er binnen blijven komen. Geld voor de kerk en geld voor de adel. Geld en macht. De allergieën van onze Don Quixote de la Mancha. Wat een prachtige dag. En geen verkeer of ander fileleed. Als we zo doorgaan, zijn we voor zonsondergang in het klooster. Prijs de dag niet voor het avond is. Halt, para! Halt, para! In de naam van Dulcinea. Halt, o donkere tovenaars. Welke vermomming heeft u aangenomen die het mij onmogelijk maakt uw werkelijk gelaat te aanschouwen? Ik zal deze jonkvrouwen duidelijk door u gevangen genomen bevrijden. Zo waar als mijn naam Don Quixote de la Mancha is. Maar beste man, ik ben geen jonkvrouw meer. Ik ben op weg naar het klooster. Ik wil afzien van mijn aardse leven en non worden. Maar heer, dit zijn monniken. Tenminste, dat geloof ik. En Quixote, dit is een film. Aha, moderne techniek. Ook zeer invloedrijk, dat zeker. Maar het is ook een verwarrend medium, waar echt vaak niet onderscheiden kan worden van onecht. En waar de leugen gemakkelijk regeert. Hoe kom jij ineens aan zo'n lange zin? Ja, ja, de leugen. Je hebt het goed gezien. Nee, nee, dame, niet naar het klooster moeten gaan. Gevaren zijn in de kerk groter dan u wellicht zou vermoeden. Kerk en staat spannen immers samen, onder één monnikspij. Het is mijn taak om u te beschermen tegen deze schobbejakken. Bent u een engel? Nee, bespaar me. Maar maak dat je wegkomt. Alles wat mijn meester zegt is menens. Hij leeft in zijn eigen wereld. Zijn eigen film. Zijn eigen waarheid. Venga, venga, rapido, snel. Thank you.
is eigenlijk waarheid? En wat een leugen of fantasie? Sancho droomt van zijn eiland en Don Quixote staat hem die droom toe. Sterker nog, hij voedt hem. Don Quixote heeft een droom van een wereld zonder onrecht en geweld en onze Sancho gelooft in zijn goedheid. Sterker nog, hij is zijn vriend. Voorspellen wanneer Quando het een vruchtbaar jaar zou worden of stil. Zie of in welk jaar welk anno je het beste kikkererwten komt. Saai of zo? Planten? Maar ik weet niet hoe hij dat deed. Via astrologie. Ja, uiteindelijk werd hij José best oud, toch? Zie. Zo oud als Jeruzalem. Methuselem zullen ze bedoelen. Nooit iets gelezen zeker, dom zijn ze. Onwetend. Heer, zijn u net niet maagden? Jazeker, dat die nog veilig waren bedoel je? Is dan uw Dulcinea nog wel veilig? Oh, mijn Dulcinea. Mijn prinses met bovenmenselijke schoonheid. Met ravenzwarte haren, een glad voorhoofd. En ik stel me voor met prachtige ledematen. Maar die heb ik natuurlijk nog nooit gezien, aangezien die kuizen bedekt blijven. Natuurlijk is ze veilig. Veilig in Toboso. Aha! In Toboso? Daar gaan we heen! Maar het is toch maar een gewoon boerenmeisje? Je snapt het niet, Sancho. Ware liefde maakt voor iedere vrouw een koningin of een prinses. Of gravin. Thank you.
Sancho, ja meester. Het kan wellicht dus zijn dat het mij als ridder niet zal zijn toegestaan ten strijde te trekken en een zwaard te trekken. Maar daar zul jij voor, als mijn tegenstander geen ridder is. Oh, stond dat ook in de dien? Maar ik ben juist een heel zachtaardig man. Ja, maar dan zul jij voor mij moeten strijden. Maar ik zal je met sterke arm helpen en verdedigen. Ik strijd? Zat dat ook in de dien? Ja, je gaat je droom toch zeker niet bederven? Kom op, wees niet bang. Toon moed. Zal dit vaak voorkomen, meester? Van het concert des levens krijgt niemand een programma. Maar nog veel belangrijker, wonden verenigen de menswaardigheid. Het woord karakter komt uit het Grieks en betekent kras. Dus, hoe meer krassen, des te meer karakter. Ik was vergeten hoeveel mijn vriend Quixote eigenlijk weet. Don Quixote, ja, de La Mancha. Meester, hebben dieren ook krassen? Jazeker, hoezo? Nou, Rosinante lijkt me best moe. En ze telt ook al heel wat jaren. Kom, dan mag u een eindje op mijn ezeltje rijden. Dan kan Rosinante even rusten. En zo zet Sancho Don Quixote op zijn ezeltje. Omdat Rosinante veel krassen heeft. Maar gelukkig voor de ezel, even later dient zich een herberg aan. Hier werkt onze Aldonza in de avond. Hola, papa! Ken ik u niet, schone vrouw? Ja, maar volgens mij dacht u eens dat ik iemand anders was. Iemand met een hele mooie naam of zo. Ja, maar natuurlijk herken ik u meteen. U bent de schone Dulcinea. Zowel als ik dolend ridder ben. Ach, u nog steeds met uw Dulci hopla dinges? Ziet u niet dat ik mensen bedien? Een echte jonkvrouw doet dat niet. Die heeft haar eigen bediener. Maar iedereen kan toch zo wel zien dat uw handen niet gemaakt zijn om te bedienen. Maar eerder om te strelen of om bloemen te schikken. Strelen? Volgens mij hebben jullie gewoon een vrouw nodig. Niks hoogste liefde, maar gewoon een vrouw. Wat een lekkere, warme zaak. Hoe dan ook, deze heren hebben eerst verzorging nodig. Zie dan. Zeg, hoe heet de heer met wie u reist? Don Quixote de La Mancha, avonturenridder. En wat is dat dan voor een ridder? Iemand die slaag krijgt en tegelijk keizer is. Vandaag treft hem het ongeluk en morgen de kroon. Oh, maar wat maakt dat u dan? Ze schrikken. Oh, maar dan heb je het vast wel een graafschap of zoiets. Dank u. Maar ik hou mijn hangers liever aan. Je weet toch maar nooit. Dank u dat ik in uw kasteel onderdak ontvangen mag. Mijn kasteel? Jazeker. En u? U bent de koningin. Ik? Koningin? Dat klinkt eigenlijk best wel aardig. Maar wat kan ik nog meer voor u doen? Nou ik uw wonden verzorgd heb. Wat u nu nog van mij kunt doen? Ach, daarvoor is het nu te laat. O, Dulcinea, hoe zacht zijn uw handen.
Ja, Sancho. Zullen we ermee ophouden? Het lijkt allemaal zo zinloos, dat dolen. Ach, jij begrijpt niets van ridderzaken, beste Sancho. Dolentridder zijn is een eerzaam beroep. Op zoek gaan naar rare en vreemde gebeurtenissen. Het leven is prachtig. Een beroep? Is het een beroep? We zouden van hot naar her en van hier naar gunder en van het boekenkastje naar de muur. En wat winnen we ermee? Maar hoe geweldig is het een veldslag te winnen. En te zegevieren over de vijand. Ja, maar wie is dan de vijand? Ach, dat vind ik niet zo gemakkelijk te beantwoorden. De vijand ligt verscholen achter een vorm. Achter een misleidend gewaar. Achter een verkeerd woord. Achter verkeerd gebruikte macht. De vijand ligt ook op de loer. Als je te veel je verstand gebruikt. En te weinig je gevoel vertrouwt. Verstand! Gevoel! Ratio! Passie! De vijand ligt ook op de loer. Ridder kijkt altijd verder dan zijn verstand lang is. Een ridder kijkt achter de schermen. Achter de schimmen. Achter wat is. Een ridder kijkt achter de begeerte. De grote vijand. Hij doet dat om de begeerte bloot te leggen en aan de kaak te stellen. Is begeerte goed of fout? Fout? Fout dus. Een ridder is er om onrecht, als in dit geval de hebzucht, te benoemen. Als je ezel niet goed genoeg is en je steeds meer wilt, bijvoorbeeld een paard, dan zou een ridder dit op geraffineerde wijze aan de kaak stellen en bestrijden. En bovenal, een ridder verwacht de heilige liefde weer heilig te maken. Hoofdse liefde boven alle hebzucht, macht en onrecht. Trouwens, Sancho, beste schildkraak, zie je het dan niet? Wees tevreden met wat je hebt en pas op voor de begeerte. Haha, ik zie wat jij niet ziet. Ja, ik snap het. Mijn kleine ezel en een grote, grote vijand. En zijn kleur is... Ik zie wat jij niet ziet, en jij hebt ook wel zien. Achter de schermen, kijk langs de schermen, en zeg me wat jij dan zo ziet. Kijk met je ogen, en luister naar woorden, en voel met je hart over dit. Dan zul je steeds duidelijk te maken.
En er zijn er twee vijanden. Twee. Ja, Warempel. Twee legers. We moeten erheen, heer. We moeten ze verslaan. Wie zijn het, heer? Wie zijn het? Zie, aan de ene zijde keizer Ali Blaaskaak, heer van het eiland Trapemade. Dus aan de andere zijde de heer de koning van de Garamanten. Dus als we het verslaan, dan heb ik mijn eiland gevonden. Ja. Ze strijden tegen elkaar omdat Ali Blaaskaak verliefd is op de dochter van de koning. Maar die wil op zijn beurt dat Ali eerst zijn geloof afzweert, alvorens zijn dochter te huwen. Ieder zijn geloof toch? Zo is het. Helder gezien, Sancho. Ik ben trots op je. Mag ik meestrijden? Natuurlijk. In dit gevecht hoef je geen helden ridderslag te hebben gehad om toch mee te kunnen strijden. Mooi. Ik strijd met ridder Bernardo del Carpio. Kapper Nicola. Met ridder Placia. Mijn vrouw Teresa. Sancho. Met Bernardo del Carpio. Kapper. Ai, ai, ai. Wat zijn dat voor legers? Dat is de schittering van de helft van Mambrino. En tevens de voorbodes van groot onheil. Ai, Dios, jasses. Ik noem u, zo met ingevallen wangen en stoffig gezicht, de ridder van het droeve gelaat, mijn vriend. Trouwens, Sancho, schildknaap waarde vindt. Luister naar het duister van de nacht. Naar de vreemde stilte. Naar het doffe geritsel van de bomen. Naar de angst, zo ver als de afstand, zo groot als de afstand tot Mars. Wie is Mars? Mars is een planeet. Wat is een planeet, o heer? Een plek verder dan El Toboso, verder dan alle sterren, ver van mijn geliefde Dulcinea. Don Quixote, zijn Dulcinea, Sancho Panza, zijn de eiland. Thank you.
Wat een welbespraakt man. Wat een prachtig taalgebruik en wat veel kennis uit de boeken. Maar tegelijkertijd ook zo verward. Wat moeten wij toch met hem? Wat vindt u? Het hele dorp heeft het erover. Kapper Nicolaas, de pastoor, Aldonza natuurlijk. De hoertjes, de waard en de waardin. Wat moeten wij toch met hem? Deze helm zal mijn leven verlengen en mij beschermen op mijn kweesten. De strijd tegen onrecht en macht, verdriet over leed eens geleden, de weg die een kind nog toelacht, het recht tegen vierend en sterk, zo rein als de liefde kan zijn, probeer. Als hij vlak je arm, hou vast, maar laat los alle pijn. Dit is mijn droom, mijn ster staat vooraan. Het is nimmer onmogelijk die droom weg te gaan. Wat verder te zien, achter schimmen van licht. Je moet altijd bereid zijn, pas op dat jij nimmer zwicht. En ik weet, als ik eerlijk zal zijn, en ik volg slechts mijn hart, dat altijd ik tevreden en rein heb verlicht alle smart. Heel de wereld zal beter gaan zien, omdat een man met zijn wonden ging staan. En dat eens grote liefde gevonden, zijn droom
heeft gereikt naar de maan, heeft gereikt naar de maan. Kom, Sancho. Kom, Rosinante. Kom, Ezel. We gaan. Hoe krijgen we nu in godsnaam terug in het dorp? Ja, dat weet ik ook niet, meneer pastoor. Maar ik ben wel mijn schierbeker kwijt. Nou ja, ik wilde altijd al een salon beginnen in Salamanca. Dan doen we zonder scheren. Wij gaan over tot een list. Een list met gevangenen. Maar, senor Cervantes, hoe kwam u zo op dat idee van die gevangenen? Wel, Felicia. Tijdens mijn gevangenschap werd mij alles duidelijk. Hoofdse liefde en fantasie waren mijn grootste bronnen van kracht. Menselijke gevoelens, die mogen gezien worden. Laat mijn en dein weg, laat delen het begin zijn van een betere maatschappij. De gevangenen, die ben ik zelf. Wel, Felicia, vertel verder. Waar was ik gebleven? Oh ja, wij gaan over tot een list. Een list met gevangenen. Hier moet Don Quixote toch eens de ernst van zijn missers inzien. Ja, ja, zij zullen hem doen inzien dat de staat verstandig is en dat hij zich met sommige zaken maar beter niet kan bemoeien. Mensen, ik wil 4 gevangenen oproepen. Aha, wat ziet mijn geoefend oog? Een viertal geketende mensen. En waar gaat dat naartoe, als ik vragen mag? Op weg naar de rechtspraak. Het zijn gevangenen, dieven en moordenaars. Het recht zal zegevieren. Maar kom, we moeten verder. Pero, maar waarom zijn ze dan zo strak gebonden? Gaan ze dan niet vrijwillig mee? Het is onmenselijk. Ach, het zijn dieven en moordenaars, dat zei ik u toch? Ik zal hen naar hun daden vragen, staat u mij toe. Gaat uw gang, maar maak het kort. Treed naar voren en maak uw ware gelaat bekend. Wat was uw misdaad? Ik was verliefd. Oh. Maar dat is toch geen misdaad? Niets mooiers dan de liefde. Verliefd op rijkdom zal hij bedoelen. Hij heeft gestolen en is een dief. Oh. En u, wat heeft u misdaan? Ik was teleurgesteld. Oh. Een gewoon menselijk gevoel. Geen zin iets om voor te hangen. Teleurgesteld in zijn vrouw zal hij bedoelen. Hij vermoordde haar minnaar. Waarom moet de rechtbank zich over uw geval buigen? Ik was verhalenverteller. Prachtig. Niets mooier dan de fantasie. Hij heeft onware zaken verteld. Aan de rechterlijke macht, aan kerk en aan koning. En u als laatste. Wat vermag u ons te vertellen over uw daden? Ik was geïnteresseerd in anderen. Schitterend! U heeft het begrepen! Ja, maar hij bedoelt dat hij zo geïnteresseerd was in de rijkdom van bepaalde bedrijven dat hij met aandelen heeft gesjoemeld! Niets mee te maken! Ik heb hun ogen gezien en hun woorden gehoord. Laat hen onmiddellijk vrij! Dan zullen ze in vrijheid moeten meegaan naar de stad om hun rechtspraak te mogen ontvangen. Zou u dit nog wel doen, heer? Oei, dit had ik niet gezien. Handel van ons gedaan! Dat zijn ze weer! Thank you.
volgend plan. Ik ben Cervantes en ik heb een brief voor Don Quixote. Een hele belangrijke. Hier is een belangrijke brief. Rapido, lees hem snel. Het wordt tijd voor een bezoekje aan de hertog. Met heerlijke vino. En voor mij een biertje. Aha, het is een brief van de schrijver Cervantes. Hij noemt mij uit op een groot feest van de hertog en hertogin van Vegenaria. De bedreven hertogin. Je bedoelt zeker de verheven hertogin. Cervantes vraagt mij om hem daar te ontmoeten, zodat ik hem kan vertellen van onze avonturen. Daar wil ik graag een boek over schrijven. Denk je toch eens in Stancio, bij met z'n tweeën, als hoofdpersoon in een echte ridderroman. Misschien krijg ik daar wel mijn eiland. Ja, natuurlijk. Op naar het feest. En, komt u? Ja, natuurlijk. Klaar, Aron. Oh! Thank you.
eer. Heer, doe u op. Morgen zullen wij spreken. Nu is het eerst tijd voor een heerlijk feestmaal. Ja, spreken kunnen we altijd nog. Eerst eten en daarna zaken. Wat lijkt mijn biertje? Niet altijd rechtmatig verkregen zijn. Schuldig. En u, vrouw Felicia, welke boek met belangrijke informatie over het ontstaan van de wereld heeft u achtergehouden? Denkt u dat onwetendheid bijdraagt aan de oplossing van alle moeilijke vraagstukken in dit leven? Schuldig. En u, meneer De Waard, u giet alcohol in vele kelen, maar het draagt dit bij tot een betere wereld. En u, edele dames, waar bent u bang voor? Wat weerhoudt u ervan om uw dromen te verwezenlijken? Ik ben niet bang. Ik heb naast u gestreden. En ik heb gezien wat is en wat niet is. En ik kan dromen. En ik kan spelen als een kind. Ik zie wat jij niet ziet. Ik ben niet bang. Ik heb een droom. Ik ben niet bang. Mooi zo. En ik, Don Quixote de la Mancha, ben nergens bang voor. Ook niet voor dit moment dat nu komen gaat. Want het hart kent geen angst. Het hart kent enkel liefde. Ik heb mezelf en mijn angst overwonnen. Dat is de grootste overwinning. En nu? Nu kan ik naar huis. Naar huis? Ja, Felicia. Ja, dorpsgenoten. Naar huis. Want ik ben ineens zo vreselijk moe. Kom, Felicia. We moeten gaan. Ik moet mijn boek gaan schrijven.
Want er mogen geen belangrijke woorden verloren gaan. Help mij. Help. Don Quixote de la Mancha is mijn vriend.